zijn gewoon in die smoes. Vanwege 30 jaar jubileum. Ze hadden zusjes kunnen zijn. Maar niemand weet of ze gelijktijdig geboren zijn. Ze hebben hetzelfde lichaam, ook al beweert Sonja van niet. Misschien is de een ontstaan uit de andere of bestaan ze niet echt. Maar zijn ze als geesten die mij dwingen hen te zien, opdat ze existeren. Existeren klinkt als executeren, excuseren, excommuniceren. Sonja leerde het woordenboek uit haar hoofd toen ze merkte dat de anderen meer woorden kenden dan zij en de mijne. Zon zag het als zelfverloochening. Zon noemde Sonja Petrus als ze bij de groenteboer 1 pond pisang en een handvol lombok, zo stond het in mijn moeders regelmatige handschrift, op een stukje envelop geschreven, vertaalde in 1,5 kilo bananen en 3 groene pepers. En geloofde dat ze door deze kleine ingreep ons anders zijn verbloemen kon. Ik probeer met mijn hoe en wat in het Indonesisch de weg naar het postkantoor te weten te komen. Koelied langzaam, zegt de restauranthouder terwijl hij met een vingertop mijn rechterhand licht raakt. Hij doelt op mijn bruin-gele huid die nog maar net de Hollandse winter wist te ontlopen. Are you married with a real Dutchman? Wijst het op de lange blonde man naast mij. Ik knik, hoewel we niet getrouwd zijn. You don't want a mixture like you are yourself? Or some good-looking Indonesian boy? De man schatert, knipoogt, schatert en slikt voordat hij zegt: You are right. A girl must always look up. Mijn handen zijn opa's trots. Oudjaarsdag. Terwijl in de keuken pisang goreng wordt gebakken en nasi kuning gekookt. Tantes aan de winkel rennen voor assen en tempeh die ze tekort komen. En oma de 4 dozen spekkoek probeert terug te vinden die zij een maand geleden voor deze speciale gelegenheid gemaakt heeft. Spelen de mannen giechelend in het tuintje met vuurwerk, zelf gemaakt of bij de Chinees gekocht. En schrikken zelfs de klappen verraden dat ze te vroeg begonnen zijn. Opa met af en toe een geërgerde blik vanaf het balkon als terechtwijzing voor de kwajongens die onze vaders zijn, is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid. Opa. 1 grijs en 1 bruin oog. Het grijs is streng en onverbiddelijk. Het bruine laat zich 1/4 seconde dekken als een roephoek pikken of een chocolaatje. Hoge jukbenen, volle lippen, wijd uitstaande puntige oren, een Aziatisch lichaam onder een witte huid met grote bruine sproeten. Wij verslinden rakkoes en verhalen over hoe onze ouders kinderen waren net als wij en rampen overleefden. Het spannend zijn de verhalen over hen die we niet kennen, omdat ze stierven voordat ze kinderen achterlieten die likkebarend naar opa's vertellingen zouden luisteren. Maar voor mij is het hoogtepunt het ritueel waarop wij, kleinkinderen, baby's in kluis, onze handen boven de glazen tafel laten zweven, zodat opa ze kan onderzoeken. Nee, een beetje. Jij niet. Jij bent een echte tok-tok. Jij een beetje, gaat wel. Zo gaat hij alle kinderen langs. De meesten hebben het voorrecht een beetje de handen te hebben die opa zoekt. Wanneer hij de handen van haar naast mij bekijkt, terwijl ze trilt van opwinding, omdat hij zegt: oh, een beetje, maar toch niet echt. Laat ik heel diep adem. Vanuit mijn borst en mijn rug stroomt een enorme kracht via mijn schouders en mijn beide handen die mijn vingers naar achteren duwt. Opa, kijk! Opa slaat een zucht van verlichting als hij mijn magere handen in de lucht ziet terwijl ik mijn spieren span zo hard ik kan. Ja. Jij hebt in die zaal. Alle kleinkinderen zijn ademloos, vol respect voor de magische kracht van mijn handen die opa's strenge blik weet te veranderen in een trotse glimlach. Een ei over mijn hoofd, opa's duim gaat omhoog. Boy, jij bent